ook vannacht waren er weer hele zware bombardementen. Volgens sommige mensen die ik heb gesproken, die daar in de buurt wonen, die zeggen ja, het waren de zwaarste bombardementen die wij tot nu toe hebben gezien. Het is de zoveelste nacht op rij dat niemand hier een oog dicht heeft gedaan en dat er dus in die buitenwijk wederom gebombardeerd is. Er zijn een aantal gebouwen volledig ingestort. Beirut is een vrij kleine stad. Het ligt allemaal vrij dicht bij elkaar. Je ziet hier, ik sta nu in het noordelijke deel van het centrum van Beirut en hier is het kalm, hier is het rustig, hier is het ook veilig. We hebben hier nog geen bombardement gezien. Alleen, die bombardementen die vinden allemaal plaats in de zuidelijke buitenwijk. Dus net een stukje ten zuiden van het centrum. Dat ligt hier een kilometer of 5 vandaan. En dat is een wijk waar veel Hezbollah-aanhang is. En het ingewikkelde is dat die wijk, die ligt dan weer heel dichtbij het vliegveld van de stad. Het enige vliegveld van het land ook. En dat is de reden dat daar dus steeds gebombardeerd wordt. Ja, dat is voor veel luchtvaartmaatschappijen ook de reden om daar niet meer naartoe te vliegen. En voor Defensie dus de reden om nu te zeggen, ja, dan moeten we mensen gaan halen. Want anders kunnen ze niet weg.